Hoeveel ga je dan aan papa geven dan? Nou, dit doe ik eentje, want anders gaat papa nog allemaal beter. Nee, grapje. Ik doe er twee voor papa. Dat is lief voor jou. En hoeveel krijgt mama er dan? Nou, jij mag zoveel als je wil. Schatje. Ik wil al duimpjes van en geen jouw dingen doen. Vinden jullie het vandaag wel leuk? Grapje, ik ben nu Vega en kijk op mijn kanaal. En we gaan vandaag heel leuks doen. En we gaan vandaag koekjes bakken. Dus, en we gaan beginnen. Nou, eerst dit even. Nou. Dus geloof dan. Wauw, sterretjes vormpje. Dat. En Smarties zit erin. Nou, dat even daar. Mama, moet wel even helpen. We gaan eerst eventjes de spulletjes pakken die we allemaal nodig hebben, goed? Oké, je hebt een roller. Je hebt een soort kleedje dat de tafel niet vies wordt. Theedoek. Een kom. Die twee zakjes, ik weet niet wat dat is. Meel. Ei. Een klein beetje water. Nog meer filmpjes. Smarties. En een bakplaat. Hier hebben we staan hoe het moet. En dan gaat mama voorlezen wat jij moet doen. En dan mag jij het doen. Goed? Ja. Dit is de mix van kopjes. En die moet je in die bak doen. Dan ga ik dit even opmaken. Dat kan ik denk ik wel. Oeh. Is niet erg. Ja, komt. Dat het toch... nou, hoe is het nou een beetje open? Nou vind ik het een beetje zat. Nou ben ik ook fiets. Water. Dit water mag in de kom naar buiten. Zet de kom maar voor moet je neer. Moet die maar op? Ja, mag helemaal op. Maar zet hem maar eerst voor je neer. Zo. Ja. En heb je schone handen? Heb je je handen gewassen toen je thuis kwam? Ja. Echt waar? Nee, ik heb eigenlijk net natte doekjes gedaan. Oh, dan gaan ze me eventjes wassen bij de kraan. Oh. Ik dacht, dat net natte doekjes zo, dat mag. Maar de kraan is net even iets beter. Nee. Ik vind handen wassen zo saai. Nu mag je met je handen... de deeg heel goed gaan kneden. Dus stroop je mouwen maar op. Heel goed. Even het knopje opmaken, want hij zit heel erg strak. Of nou, zo kan het ook. Want dan zit hij strak. Zo. Voelt dat lekker? Een beetje zacht. Voelt het een beetje zacht. En voelt het een beetje lekker. Maar we hebben wel dikke vingers. Ja. Oh, jongens. Nou, is de deeg allemaal uit de bak. Goed kneden, hè? Oh, jongens. Mama een beetje helpen? Ja. Weet je wat we dan doen? We hebben kijk een beetje... man, kijk! Ja, doe maar je handen erin en dan maar een klein beetje meel erop. En dan moet je dat goed kneden. Dan gaan je vlakhanden weer weg. Doe maar kneden. Klein beetje meel erbij. Dan zit het wel een zak. Je moet goed blijven kneden. Blijf kneden, want dan gaat het weer los. Ja,
Probeer maar een beetje tot een bal te maken. Een beetje tot een bal. En dan rol je het zo lekker door elkaar. Ja. Je moet het zo rollen, doe maar zo, want dan gaat het steeds minder plakken. Hoe meer jij het kneedt, hoe minder het gaat plakken. Oh man, dit is geen goed idee. Alleen... Kom maar. Jongetjes... Weet je, moet jij dat doen? Nou, mama even helpen. Kom maar. Dan gaat het lekker bij jou plakken. Ja. Nou, ga zitten. Ik ga het een klein beetje proeven. Wat ach. Nog één hapje proeven. Het wordt al steeds meer één bal, zie je dat? Niet alles van Peter, hè? Nee, dat niet. Kijk, en als het dan tegen zo plakt, dan doen we er gewoon een beetje meel bij. En dan wordt het vanzelf minder plakkerig. Zie je dat? Hé, snoepot. Ik kijk! De vingers kunnen niet meer eruit. Jawel. Nee, echt waar. Oh oh. En nu? Nee. Papa even roepen. Papa! Is dit vast? Oké, okay, nog een beetje deeg erbij. Beetje meel erbij. Dan doe je gewoon net zo lang meel bij dat het niet meer zo plakt. Nee, mam. Kan ook bloed zijn, maakt niks uit. Mam. Kom hier, geef je handen aan mama. Oh, je hebt ook helemaal warme handen. Ja, dan gaat het ook helemaal plakken. Het plakt heel erg bij jou. Hop, nog een beetje meel. Kijk, ik weet een betere. Wacht even hoor. Ik heb eventjes een beetje. Mijn mama ook een beetje gaan plakken. Wacht even. Oh, handen onder de meel. Handen onder de meel. Open. Je handen, ja, zo. Je moet meel opvangen en dan moet je een beetje wassen met meel, zeg maar. Ja, ja, zoiets. Heel strak. Ja. Of ik ga beter even mijn handen wassen. Ja, maar dan gaat al het deeg ook weg. Als zonde, dan kun je weer een minder koekje maken. Ah! Oh, nou zo. Zit ze weer vast. Nou zit ze echt vast. Zitten de vingers vast? Ja. Nou, maar de goed. Duim niet, de duim niet. De duim niet. Ja. Goed zo. Dan met een goede bal. Maar dan is er wel een platte bal. Ah nee, nou zit dit ook vast. Nee. Ah, echt waar. Dat kan toch niet. Nou, dan moet je een beetje van dit bestrooien over je blad. Kijk zo. Ja, ja het gaat het? Net als zaadjes. Ja. Een beetje uitverspreiden. Dat is al genoeg hoor. Dat is al genoeg. Nee, is genoeg. Iets met je uitwrijven met je hand. Ja, dat wist ik wel. En dan moet je de bal er een beetje op leggen. En dan pak je de deegroller en dan ga je hem helemaal plat rollen, als een pizza. Goed zo, jongen. En dan moet je hem een beetje draaien. Nu pak je hem op. Oh. Oh. En nu pak je hem op. Even pakken. En dan leg je hem zo neer. Zo. En dan rol je hem zo weer. Dat het echt een rondje wordt. Goed zo. Een beetje die kant. Dat hij even dik wordt overal. Goed zo, jongen. En nu mag je de vormpjes eruit gaan halen. Dus pak maar je vormpjes. Kies maar uit welk vormpje je wil. Heel hard drukken met je heel je hand. Dan moet je proberen hem eruit te halen. Een beetje ronddraaien. Ja, ja, ja. Pak je hem eruit. Goed zo. Leg. Deze op de bakplaat. En dan op de bakplaat. Heel goed. Die. Heel hard duwen. Echt met je hele, heel je gewicht. Heel hard duwen. En doe een beetje bewegen, dat ik een beetje loskom. Ja, hartstikke goed, jongen. Keurig. Goed zo. Zo. Nou, we kunnen ook de grote hartjes doen. Het zijn eigenlijk twee hartjes. Een grote hartje en een kleine hartje. Wat is dat? Dat is... Een vogel. Oh ja, mooi. Laat je een beetje op, want ik weet niet wat het is. Maar nou zijn ze klaar. Ja, zijn ze klaar? Maar je hebt nog best wel wat deeg over. En dan kan je een nieuwe bal van maken. Oh. Zal mama je even helpen?
om een nieuwe bal te maken. En dan mag jij er weer gaan rollen. Dan kun je er nog een paar koekjes uit halen. Jippie! Want ik wil zoveel koekjes, zoveel als ik wil. Zoveel als je wil. Oh, mam! Is het heel erg? Ga staan. Kan je dat zien? Ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar hij zit heel erg onder op meel. Het is gelukkig meel. Ja, dus je klopt het er zo af. Ja, doe maar niet hier, dan doen we wel buiten. Kom maar, jongen. Ja, was. Dat is meel, hè? Meel. Wow, nee. Dat is wel erg. Nee, joh. Maakt niks uit. Maakt ze wel uit. Oh, maakt niks uit. Dat is zo schoon. Nou, rollen maar. Lolly bolly. Dat is wel een klein beetje plat. Ja? Kijk, lijkt wel als iemand kan verglijden. Lijkt wel op een glijbaan. Het wordt steeds langer, deze glijbaan. Kan je wel zoveel koekjes opeten alleen? Ja. Ja? Ja. Mama mocht die rondje, die grote, die kleine hartje en die grote hartje. Oké, en de rest is voor jou? Ja. Ik ga de 2 koekjes voor Lucilla, papa. 2 koekjes voor Lucilla. Daar is ze vast heel blij mee. Of één? Ja, we gaan een eitje eroverheen doen. Maar niet het hele eitje hoor. Dat is voor de glazuur. Mag mama jou even helpen met het eitje opmaken? Kijk. Zo. Dan mag je het eitje verklutsen. Doe maar goed de rol met elkaar. Oh. Dat is een beetje pakken zo op het lepeltje. En dan doen we zo een klein beetje over de koekjes heen. Dan krijgen ze een mooie glans. Oh, mooie glans? Ja. Als we straks uit de oven komen, dat is een leuke glimmers idee. Probeer maar. Zo. Hey, wie is dat? Het hartje, een beetje glans erop. Glans? Een maandje, een beetje glans. Doe ik alsof dat ik jarig op school ben. Ja, alsof ik ben vandaag jarig op school. En wat gaan we nu doen, Lua? In de oven. In de oven. Mag ik hem even openmaken voor jou? Oh, hou maar recht, hou maar recht. Want maak hem open. Kom maar. Ja. Nee, hij moet daar. Ja, deze kant. Goed zo. Die? Ja, draai maar op. Mama, die? Ja. Echt? Ja. Ja. Nee, andersom. Die kant opdraaien. Oh. Goed zo. En die andere ook? Daar. Nu daar. Oh, daar. Dan moeten we 10 minuten wachten. De koekjes zijn klaar. En nou gaan we het blij maken. Ja, en nou goed gaan roeren. Wauw, dit lijkt wel een beetje als slijm. De lijm voor de koekjes, een beetje waar lijm op de koekjes moet. Daarom dat ze smakjes kunnen op kunnen plakken. Zo, gaan we die teamwork doen. Mama doet het op de koekjes. En jij smeert het uit. Wel schone vingers, hè? Ja. Even zo. Ja. Gelukkig eten wij de koekjes zelf op. Wij zijn niet vies van Luan, maar jongens. Anders ga je me vast een smartje erop doen. Doe mama erbij. Ja, dat is goed. Geen maan. Ja. We zien er lekker uit, Luan. Dank je. Je bent een goede bakker, jij. Ja, hè? Bakker, Luan. Papa, mag meteen komen? Wat ruikt het hier lekker. Ja, helemaal alleen. Oeh, wat lekker zeg. Je mag 2 proeven. Je mag 3, doe ik een heel kleintje. Mmm. Ze zijn wel een beetje hard. Ja, maar lekker. Het is heel lekker, vriend. Heel lekker. Stoere zoon. Nou. Mama mag het ook proeven.
Dat is lekker. Heerlijk, met die lijm en die smartjes. Bedankt dat je kijkt. Doe een duimpje omhoog, abonneer en doeg! Doeg!